Pascal van den Einde, u bent de externe projectleider van dit nieuwe gebouw. Hoe hebt u gans dat project beleefd? Wij zijn hier aangevat met de voormalige voorzitter van Toof CNW, die ons aangaf van wij zouden graag verschillende partijen hierbij betrekken. En we hebben initieel eigenlijk een begroting gemaakt van wat het bouwproject zou moeten zijn. En hier stond eigenlijk, wat je nu ziet, is een verdubbeling van het bestaand gebouw. Hier is deze gevel die je nu ziet, is eigenlijk de nieuwbouw. Hier zijn 10 sociale appartementen bijgekomen en voor de rest ook nog kantoorruimte voor kind en gezin, leerpunt voor VDAB, werkpunt. En ik ben er nog een aantal vergeten, maar voor mijn excuses. Maar het belangrijkste hier was eigenlijk aan het project, dat is eerst goed te becijferen. En ons huiswerk hebben we dan toch wel goed gemaakt, want nu zijn we aan het eindresultaat. En tijdens de bouwwerken waren toch wel heel wat jaten en dat is typisch ook aan een bestaand gebouw. Alleen was het hier nog extremer in de zin van dat er heel wat niveauverschillen zijn. En tijdens de bouwwerken werden we ook nog geconfronteerd dat ja, de ventilatienormen zijn verstrengd. Ook dat hebben we aangepakt en niet alleen in de nieuwbouw, maar hebben we dan uiteindelijk ook in het bestaande gebouw ook opgenomen. Dus zowel de vroegere kantoorhouders hier die hier terug gaan komen, die gaan wel hun kantoren herkennen, maar die gaan ook zien dat het enorm gerenoveerd is. Dit terras behoort toe aan de kantoorhouders van het OCNW de stad. Ik verwacht dat we eind juni de kantoor... Van Bogaerts van Leerpunt. Ja. Ja. Jullie zitten nu op de Graanmarkt. Kijken jullie er naar uit om naar dit nieuwe gebouw te verhuizen? Ja, we kijken er heel zeker naar uit, omdat het ook een gebouw van ons eigen zal zijn. Dus sinds dat we hier al in Ninove basiseducatie zijn, zijn we al 6 keer verhuisd. En nu eindelijk naar iets dat van onszelf zal zijn, dat we zelf mee gebouwd hebben. En we zijn daar echt wel fier op dat we dit mee hebben kunnen realiseren. Verwacht u ook positieve effecten om samen te zitten met andere sociale organisaties? Dat was eigenlijk een van de echte beweegredenen waarom dat we zeker heel enthousiast waren voor dit project. Omdat wij nu al heel veel samenwerken met die andere organisaties. Maar als je elkaar ziet in de refter of in de gangen, dan is dat toch nog altijd een andere manier. En ook voor dit huis, sociaal huis, zal door iedereen gekend zijn. Dus als men dan zal vragen waar is Leerpunt, dan weten ze van kijk, we moeten naar het sociaal huis. En dat is dan heel gemakkelijk om voor ons doelpubliek om naar hier te komen, als cursisten. Ja, het herinnert u. Ja. Maar het zal ook ingezet worden, dus echt als vergaderruimte en door... We hebben ons budget gehaald, we hebben hier dit voor de stad Ninove als externe partij kunnen realiseren. En we doen dit voor tal van gemeenten en steden waar we eigenlijk al hun grondgebonden zaken realiseren. En ik hoop dat de stad ook tevreden is en dat ze fier mogen zijn op het eindresultaat. Ik ben toch al in ieder geval fier op dit gebouw. En net voor de finish kwam de corona. Hebt u daar nog last van gehad? Na een week of twee stilgelegen te hebben, hebben wij gewoon verder gewerkt. En hebben we toch dan de eindstreep gehaald die we initieel hadden vooropgesteld. Vele Kozijns, schepen van sociale zaken. Het sociaal huis, ooit een verre droom, wordt nu werkelijkheid. Tevreden met het resultaat? Absoluut, heel tevreden. Het is een mooi gebouw. Het zal ook een functioneel gebouw zijn. En ik denk het voornaamste, iedereen zit bij elkaar. Dus de Ninoviter zal weten, als hij een sociale vraag heeft, waar hij terecht kan en niet meer moeten binnen de stad gaan zoeken welke dienst doet nu precies wat van mijn vraag. Dus ik denk dat vooral ook voor, het gaat zeker ook voor de diensten zelf een verbetering zijn, maar ik denk dat vooral een verbetering voor de Ninoviter zal zijn. Wanneer wordt er in het gebouw ingetrokken door de verschillende diensten? De streefdatum is om vanaf 1 augustus toegankelijk te zijn, maar we gaan... U weet, dat is altijd zo bij een bouw. We gaan zorgen, proberen dat dat lukt. Ja. U sprak daar net al over dat u binnen de normen van het budget gebleven bent. Wat is het totaalplaatje van gans het project? Ja, wij zitten hier rond ongeveer, je moet rekenen voor nieuwbouwappartementen, nieuwbouwkantoren en ook een duchtige renovatie van bestaand gedeelte, komen wij op iets om en bij de 4 miljoen. Ja. Als we in de jaren terugkijken, over hoeveel jaar spreken we eigenlijk gans dat project? Ik denk een drietal jaar geleden dat de eerste steenlegging is geweest. Ja. Okay. Maar we gaan hier lang blijven, mag ik hopen?
Ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Laat ons hopen dat er geen onvoorzienigheden zijn. Maar het ziet er met een heel stevig gebouw uit, dus ik denk dat we hier een 100-tal jaar verder kunnen. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.